Blijf gewoon met je jatten van andermans spullen af voortaan. Ik kot van jullie bedrijf en de mensen die bij u werken. Scheid aan jullie sletjes. Een paar citaten uit e-mails die de afgelopen dagen binnenkwamen. En een normaal telefoontje komt er ook al niet meer binnen. Het Haaksbergse bedrijf wordt bestookt met vervelende e-mails en telefoontjes nadat de rechter een downloadsite verbood door een stichting die ook Brein heet. Tot aan gisteren beperkte zich dat tot 2, 3, 4, 10 op een dag. Nu zijn het er honderden, duizenden en op internet zelfs miljoenen HTTP-verzoeken die bij ons op de infrastructuur binnenkomen. Er wordt dus echt getracht om onze infrastructuur plat te leggen. Het Haaksbergse bedrijf wordt verwisseld met de Stichting Brein, de stichting die opkomt voor de auteursrechten. Woensdag boekte de stichting een succes door een verbod op de site The Pirate Bay. De site wordt wereldwijd gebruikt om films en muziek te downloaden. De hackersgroep Anonymous riep op de site van Brein te bestoken, maar noemde de gegevens van het bedrijf uit Haaksbergen. En daardoor ondervinden we nu, u hoort het, de telefoon staat roodgloeiend. We blijven continu maar dit soort aanvallen afweren. De normale bedrijfsvoering wordt gehinderd. En we moeten natuurlijk oppassen dat ook de services die wij leveren aan onze klanten, dat die gewaarborgd blijven. Het Haaksbergse bedrijf bestaat al 15 jaar en dus hebben ze het oudste recht op de naam. Toch hebben ze nog geen reactie gehad van de Stichting Brein. Tot vandaag. Plotseling een telefoontje. Maar als uw naam ertoe leidt dat wij daar toe schade ondervinden, dan moeten we de oorzaak wegnemen. Nou, als u vindt dat dat via het Openbaar Ministerie moet, dan moeten we dus die weg gaan bewandelen. Ik kan me niet voorstellen dat u dat een hele prettige weg gaat vinden. U zei zelfs Openbaar Ministerie, dat denk ik, het wordt een rechtszaak. Ik hoop niet dat het zover komt en dat ook de Stichting Brein zich realiseert dat als wij in de toekomst niet gegarandeerd zijn van, of niet gevrijwaard worden van dit soort schade, zullen we daar toch actie in moeten ondernemen.